soldaten. Nederland ligt uit het EK. FIFA begint op zijn eind te lopen. En het regent buiten. Maar wij houden altijd die lach op het gezicht. Sowieso. Kijk, ik ga vandaag proberen om er hier in FUT toch nog wat van te maken. Want ik heb twee Team of the Season, schuine streep, Path to Glory, player picks klaarstaan. En voor een kijker pakte ik Path to Glory Firmino. Dus als dat een voorbode is van wat er misschien hier kan gaan komen binnen deze video, dan blijf vooral kijken. En waar je ook moet blijven kijken is bij KPN. Aflevering 5 van Road to Goat staat inmiddels online. En dat betekent volgende week maandag, 10 uur 's ochtends, de grande finale van die show. En momenteel sta ik derde van de 6. Het gaat geen makkelijke route worden naar die eerste plek. Maar wat ik kan zeggen, en alles is al opgenomen, ik heb niets meer eruit kunnen halen dan wat ik uiteindelijk heb gedaan. Ik denk dat je voornamelijk zo met die mindset moet zitten. Als je alles hebt gedaan, dan maakt het eindresultaat niet eens zo heel veel uit. Natuurlijk, als ik een tentamen maak op school en ik haal een onvoldoende, is het vervelend. Maar als ik echt het gevoel had dat ik super hard had geleerd en niet meer kon doen, dan verzacht dat de pijn. Ik wil graag meer vertellen over die finale. Het wordt super spannend, maar ik hou mijn mond nog even gesloten. In FUT heb ik 32.6k en ook één pack die al klaar staat. En dit vond ik wel een goeie. 81 plus zeldzaam 7 pakket. Deze hoort bij een objective. En daarvoor moet je 4 wedstrijden winnen. Je hebt maximaal 10 potjes. En 4 van de 10 moet je winnen. Dan krijg je die pack. 11 zilveren heb je nodig. En ik zelf heb gelukkig heel veel Silver Stars gespeeld. En voor de eerste keer ooit had ik echt wat aan die kaarten. Mijn team alleen maar informs, FUT birthday kaarten. Ik had player moments spelers, freeze kaarten en dan allemaal zilveren natuurlijk. Mijn tegenstanders, ja, hadden wat mindere teams. Het allereerste potje kwam ik tegen een kijker en die stuurde mij een berichtje. Ben jij de echte Wally? Ik zei, ja, waarschijnlijk wel als jij mij dan bedoelt. En die jongen die gaf mij de win. Dus shout-out, dankjewel naar die echte soldaat. Oké, genoeg gepraat. Ik ga weer rijmen, soldaat gepraat. Laat het hier eventjes een walkout zijn, want ik heb nog een beetje fodder nodig. Mijn club is namelijk leeg. Blauwe walkout. Wat kan dat gaan opleveren? Alex TS? Oh jezus. Ik had wel minstens 86, 87 gehoopt, maar als dit de beste is, zit er iets achter deze TS? Nee. Zo. We beginnen dus met nogal een L, maar ik heb van de twee player picks eentje al klaargezet. En die andere ga ik zo meteen nog doen. Maar ik hoop eigenlijk dat ik met een speler hieruit deze weer makkelijker kan maken. Zonder deze SBC was ik nooit aan alle kaarten gekomen om dus deze en dadelijk deze te kunnen voltooien. De 82 tot 88 upgrade helpt enorm. Want je moet er 9 gouden in leveren. Dat kunnen 9 non-rares zijn. Is vrij makkelijk. En mijn club bevat nu bijna geen gouden kaarten meer. Want ze zijn allemaal hierin gegaan. En natuurlijk, er zit een cap op van 88 maximaal. Maar voor deze twee heb je toch maar een 85 rating nodig. En weinig chemistry. Dus het maakt niet uit wie je krijgt. Als het spelers zijn met een rating, zijn ze chill en kun je ze gebruiken. De allereerste squad heb ik hier staan met Inform Eder Militao. Ja, Informs, maar ook Team of the Season kaarten, want die kun je allebei erin stoppen, liggen zo hoog nu. Hè? Dus niet alleen kaart met een rating, maar ook alle informs, alle Team of the Seasons zijn of extinct of super duur. En dat allemaal door dus SBC's als deze. Mensen zijn een beetje klaar met het spel en dan is van SBC nog even leuk om te doen. Maar je hebt spelers nodig en de meest specifieke requirement is dan een inform of een Team of the Season. Daar kom je lastig aan, maar ik blijf het zeggen, doe gewoon de Team of the Week upgrade SBC, 82 rated squad, weinig chemistry. En vanuit daar kreeg ik die Militao en ja, die SBC is goedkoper dan één inform van de markt afhalen. Griezmann, Suarez zaten beide in mijn triple 87 plus upgrade. Die kon je zien in de vorige video. We gaan nu beginnen met deze player pick. Team of the Season kaarten en Path to Glory spelers. De hand voor de ogen, min of meer de traditie gedurende FIFA 21 en haar player picks. Speler nummer 1 is Philip Max. Ja,
Ik ben voor PSV, maar dit is geen speler die je hier het liefste uit wilt zien. Speler 2 is, heel matig, de laatste. Oh, Jezus Gomis, 89 rated Fransman, waar we helemaal niets mee gaan doen, behalve meteen weer inleveren. Hij is die man van die gekke Tiger Celebration bij Swansea destijds. Die kun je even opzoeken als je jezelf enorm verveelt gedurende deze zomerdagen. Ja, wat vervelend. 94 rated Martinez gaat hier ingeleverd worden. En die Team of the Season Gomis dus niet. Had wel gekund, maar ik had eerder vanmiddag al een Team of the Week upgrade gedaan. Waaruit ik deze Koreaan kreeg. Yo Gion Woo heet hij. En ik dacht van, ja, dan gebruiken we hem maar meteen. En Martinez is een goede sub. Alleen, wat moet je met subs als je eigenlijk geen potjes meer speelt? Dus ja, die Gomis die bewaren we dan. Misschien dat met een nieuwe promo aankomende vrijdag hij weer een soort van doel kan hebben, Gomis. Want er schijnt nu een promo aan te zitten komen die Summer Stars heet. Vorig jaar Summer Heat. En ja, toen werd die heat wel degelijk gebracht. Veel content, goede content en leuke kaartjes met een prachtig design. Player pick 2. De hand weer voor de gesloten ogen. Net zagen we hoe het steeds één rating hoger werd, volgens mij. Eerste speler is Casemiro. Maar ondanks zijn rating is die eigenlijk helemaal niet zo heel goed. De volgende is Martinez. Die is ook niet slecht. De laatste speler. Kom op! Oh, Guanca. Twee Argentijnen en een Braziliaan. Ik ga voor Martinez. Slecht is die niet. Alleen een average body type, wat een beetje tegenvalt. Arthur is niet de speler waarvoor ik Martinez ga gebruiken. James ook niet. Rakitic helemaal niet. Maar dus met dadelijk die nieuwe promo, wie weet, komen er wel hele zieke kaart uit. En Gomis plus Martinez plus 32,5k staan klaar om gebruikt te gaan worden. Dit hier is de squad met Martinez als conceptspeler en een lachende Wijnaldum ernaast. Wijnaldum had in 96 minuten tegen de Tsjechen 10 passes gegeven. 10. En de helft kwam niet eens aan volgens mij. Dus dan weet je wat voor een vreselijke wedstrijd het was. Geen upgrades meer voor Wijnaldum. En ja, dat doet pijn. Gomis op het bankje. Wijnaldum is best goed. Alleen ja, probeer hem maar eens hierin te verwerken. Trouwens, je kunt dit doen als je iets verdedigender wilt gaan spelen. Goed, dankjewel voor het kijken naar deze video. De pack leuk. Was niet echt aanwezig. Martinez, oké, redelijk. Maar ik had stiekem op meer gehoopt. Vond je het leuk? Dan like hem even. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Houden we.